Sylvie Meijs heeft recentelijk haar afkeer uitgesproken over de Nederlandse media, met name over talkshows zoals Vandaag Inside, die ze beschuldigt van voortdurende negativiteit en kritiek. In een interview met FHM laat ze haar ongenoegen duidelijk blijken en stelt dat de Nederlandse media vaak zuur en negatief zijn. Volgens Sylvie wordt iedereen die te succesvol of te glamoureus is, genadeloos bekritiseerd, wat haar ook persoonlijk heeft geraakt. Ze stelt dat deze negatieve houding een cultuurverschil is tussen Nederland en Duitsland, waar de media volgens haar veel prettiger zijn. In Duitsland, zo zegt Sylvie, ontbreekt de constante drang om anderen af te breken, zoals dat in Nederland gebeurt. Ze uit haar verbazing over het feit dat zulke praatprogramma's, waarin alleen maar geklaagd wordt, in Nederland zo populair zijn. Sylvie legt de schuld bij de televisiebazen, die volgens haar weten dat negativiteit scoort. Het is geen geheim dat Sylvie vaak onder vuur ligt in Nederland, en dit komt ook naar voren in haar beschrijving van de Duitse media. Ze prijst de beeld Zeitung en benadrukt het belang van een goede relatie met dit invloedrijke medium. Volgens haar vader is een goede band met beeld cruciaal voor een succesvolle carrière in Duitsland. Sylvie vergelijkt haar situatie met die van andere bekende Nederlanders die minder geluk hadden met de Duitse media en daaronder hebben geleden. Sylvie bekritiseert ook de Nederlandse showbuscultuur, die volgens haar gedomineerd wordt door roddelprogramma's en juiste kanalen zoals die van Yvonne Coldeweijer. Ze is blij dat dergelijke kanalen in Duitsland niet bestaan en beschouwt ze als een extreme vorm van de negatieve cultuur die in Nederland al jaren heerst. Volgens haar zijn deze kanalen schadelijk omdat ze ongefundeerde geruchten verspreiden en de persoonlijke levens van mensen schaden. In Duitsland daarentegen, stelt Sylvie, is de mediaaanpak veel genuanceerder en minder gericht op persoonlijke afbreuk. Dit contrasteert sterk met haar ervaringen in Nederland, waar ze zich vaak onterecht bekritiseerd voelt vanwege haar uiterlijk en succes. Sylvie benadrukt dat ze trots is op haar prestaties en zichzelf, iets wat volgens haar moeilijk te accepteren is voor sommige figuren in de Nederlandse media. Tot slot uit Sylvie haar teleurstelling over de Nederlandse mediawereld, die volgens haar te veel gericht is op negativiteit en afgunst. Ze vindt dat de focus moet liggen op het vieren van succes en positiviteit. In plaats van het continu bekritiseren van mensen die iets bereikt hebben. Sylvie's ervaringen in Duitsland hebben haar geleerd dat het ook anders kan, en ze hoopt dat Nederland ooit dezelfde weg zal inslaan.